It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ja, lieve vrienden, het is grijs, het is bewolkt, het is triest. Er is niks aan, maar de temperaturen zijn wel goed. Ja, althans, net was het 22 graden en dat staat er nog steeds in. Ja, en daarom ook. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenbond. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja. En ik ga de meisjes uitlaten. Ik ben heel erg laat, want het is officieel. We gaan eerst met de datum beginnen. De 14e van de 8e 2024. En we leven alweer reeds om 18 minuten over 3. Ja. Waarom ik zo laat ben, doet er niet toe. Nee. Dat zat niet goed en niet netjes. Maar in ieder geval. Ik ga lekker even met de meisjes uit. En ik ben er niet helemaal bij. Ik ben niet helemaal in orde. Het is een beetje hangen en wurgen, laat maar zeggen. Ik heb al mijn haar weer gewassen, want dat zat weer nergens op. Ik heb hem trouwens helemaal gewassen. Ja, eerst mijn haar gedaan en daarna de rest. Ja. Dus ik ben weer schoon en fruitig en schone jurk aan. Dus ja, helemaal weer top. En natuurlijk mijn nieuwe schoenen. En ik hoop dat het een beetje lukken wil met lopen. Want ja, de ene blaar naar de andere blaar verschijnt. Maar dat komt ook omdat je warm bent, warme voeten. En dat gaat schuren langs alles, ja. Fatsoenlijke sandalen kan ik niet kopen. Want ik heb te smalle voetjes. Wel de lengte van maat 39. Maar de breedte van mijn voet en de hoogte, dat is in maat 38. Want ik heb heel smal, ook geen hoge wreef, niks. Ja, dan moet je toch schoenen zien te versieren. En ik had, oh, die heeft ze toch meegenomen. Ik zei dat we dat samen zouden doen. Dat ze het niet begreep. Ja, ik had die andere sandalen, maar die heeft ze dan meegenomen, Mario, voor Anna. Maar ik zit dat wil ik samen graag doen. En heeft ze toch meegenomen. Nou ja, was niet de bedoeling. Maar ja, laat maar. Dat is weer geval apart. Ja, maak me er verder niet druk om. Ik zal enkel Anna vragen van, hoe vond je ze? Ze is toch dementerend, beginnend. Want ze mag nog als enige patiënt, laat ik het zo maar noemen, bewoonster, er op uit, mag de stad in, et cetera, omdat ze het allemaal weten te vinden. Maar de andere bewoners niet. Nee, die komen er bijna niet uit, of er moet familie komen, of wat dan ook, dan is het anders. Maar in ieder geval, ja, dat vind ik altijd wel sneu, weet je. Maar in ieder geval, wij gaan even lopen. Rijker die zit buiten en Elwin ligt hier binnen en ja, we gaan gewoon even van het. Hopelijk dat het een beetje fris is. Maar het zal benauwd wezen, want het is ook drukkend. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat we vandaag wel onweer gaan krijgen. Ja, dat dus. Ook zeggen ze iedere keer regen. Er is al een regenbui geweest, maar ik heb niks gezien. Wel op de buialarms, maar voor de rest, nou nee. Kijk, we moeten zo meteen weer een heuveltje komen. Nou, weet niet. Hier ook weer. Hetzelfde heuveltje. Nou, we merken het wel. Ja toch? We smelten niet. En dus, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een klein beetje nog met mij mee vandaag. Lang is de dag niet meer, maar doet het niet toe. Nee, ik ben gewoon niet helemaal in orde. Wat beroerd, wat misselijk. Rugpijn.
kniepijn. Af en toe mijn hoofd. Komt gewoon door onweer. Zit onweer in de lucht en dan ben ik verslag. Ja. Hé, jonge dame? Ja, jij komt niet uit Suriname. Nee, jij komt uit Den Haag, van een balkonnetje. Hé? Arm kind. Hé? Ja, ze is lief hoor. Hé? Deze mooie knap, het zat op een balkonnetje met een bench. Ze kon niet meer lopen, niks meer, hè. Ja, en nou heeft het zo goed bij vrouwtje, ja. Hé? Mooi kind. Hé? En dat is hetzelfde met Rijka, die was gewoon op straat gegooid in Roemenië met haar zusje. En die zijn allebei in Nederland gearriveerd. Die zijn daar gevangen genomen, ja, bewust, hè, om te redden. Redden van de dood. En had ze daar in een soort met asiel gezeten. Daar had ze de vaccinaties allemaal gehad, noem maar op, wat een hond nodig heeft. En toen heeft Karen en Roderick haar dus via een... God, hoe heet dat? Ja, zeg het eens, zing het eens. Ik weet het zo niet meer. Een stichting, laat ik het zo maar noemen. Geadopteerd voor mij, voor mijn verjaardag en kerst en Sinterklaas, etc. in één. Want ik kreeg een heleboel bij de... Nou ja, kijk eens wat geworden is. Ze is ook zo lief, maar het kan ook een klein venijntje wezen. Ja, maar... Ja, moeten ze haar ook maar met rust laten? Waarom moeten ze haar nou juist ook uitschelden? Kijk naar je eigen hond, wat die doet. Die blaft ook, weet je. Ik kan er gewoon niet uit. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet gewoon een beetje met ons mee. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer bijna 9 uur, geloof ik. Ja, 20:56, zegt de computer. Ja, en ik moet nog eten. En ik ben laat. Ja, heeft niks met mezelf te maken dit keer. Nee. Ik heb Karin weer even geholpen om het een en het ander te delen. Ja, en dan wordt het ook later. En dan moet je nog met meisjes uit. En dan krijg je een telefoontje. En dan moet je nog steeds met meisjes uit. En dan krijg je een belangrijk appje. En dan moet je nog steeds met meisjes uit. En dan krijg je regen. En dan moet je nog steeds met meisjes uit. En dan krijg je weer een waarschuwing van buialarm. Dat er nog meer regen komt. En je gaat er even goed uit. Je doet wel je vest staan met de mouwen omhoog. Alles wat er valt, geen regen. Dat dus. Ja. Heel bizar allemaal, maar in ieder geval, ik ga nog lekker eten. Ik heb 2 soort gekookte eitjes, 2 broodjes, koffie, zeezout en een lepeltje, want ik doe 1 ei op mijn broodjes. En 1 ei eet ik zo op. Ja, dat dus. Dus ik zeg, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond wens ik jullie allemaal toe. Geniet er gewoon van. Doe leuke dingen, doe lieve dingen. Ja, wees gewoon lief. Ja, en ik zou vandaag ook wat anders gedaan hebben. Die mensen die op mijn YouTube-kanaal komen, prima. Niks op tegen. Hoe meer zielen, des te meer ik gezelligheid. Maar wees lief. En abonneer. En like. En op het belletje klikken. En als ik iemand help, uit liefde, want ik doe het uit liefde, om een speciale vlog in elkaar te zetten voor een zielig hondje dat geopereerd moet worden en dat ik dan op mijn zuigen krijg dat ik niet goed voor mijn dieren zorg, dat heeft er helemaal niks mee uit te staan. Nee, daar ben ik woest om. Woest. Het zijn niet mijn hondjes. Het is niet mijn hondje. En al zou het wel mijn hondje wezen, wat dan nog. Het heeft er niks mee uit te staan dat ik ze niet goed verzorgen kan of wat dan ook. Of die mensen waar het hondje van is, dat die ze niet verzorgen kan, want dat kan wel. Maar als ze onverwachts wat mankeren, wat jij niet weet, wat jou niet verteld wordt. Ja, je koopt een hondje en het wordt jou niet verteld dat er wat mankeert.
dan ben jij niet fout. Nee, diegene waar het geboren is, die had het moeten melden. Maar dat doen ze tegenwoordig niet. Het zijn allemaal van die kweekhondjes. En dat is zielig. Dat beestje moet geopereerd worden. Daar hebben deze mensen geen geld voor. En wat ik ook zei, 1 euro is al genoeg. Dus gewoon 1 euro. Iedere euro is al meegenomen. Dus, en dan, als je al meer kan missen, prima. Geef hetgeen wat je missen kan. Niks moet, alles mag. Maar er is bijna nog niks binnengekomen. Dus ja, deel, deel, deel. Zo simpel. Ja, dat beestje moet gewoon... Verder is het gezond, het is enkel dat knietje. Ja, dat moet op zijn plek kunnen blijven zitten. Dus ja, kom op mensen. Wees lief. En stort wat geld. Zo moeilijk is dat toch niet? Nee, vind ik niet. Maar oké, ik ga nou eten voordat mijn eieren koud worden. En nogmaals, geef. Alsjeblieft, wees lief. Voor mens en dier. Zo simpel. Een dier is ook een levend wezen. Zo simpel. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, Rijke die ziet ze af en toe vliegen. Hè? Ja. Die ziet ze af en toe vliegen. Ja, muggies, hè? Zijn muggies, hè? Ja. Een vrouwtje de deur open. En met 2 lampjes aan. Ja. En dus. Hé? Ja, nou. Maar ze komen gewoon helemaal niet buiten terwijl de deur wagenwijd open staat. En denk je, hoe? En dan. Ze schijnt je te pesten. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja, wij gaan naar bedje toe. We gaan lekker slapen en ik hoop dat ik slapen kan, want ik heb weer last van mijn maag. Zo van het ene uiterste, het ene het andere. Maar ja, komt wel weer goed. Ja, ik moet eigenlijk zien dat ik wat verse kruiden in potjes krijg. En dan zie ik een mug op mijn... Nou, gaat hij weer weg. Weg, weg, weg. Een mug. Ja, daar moet ik niks van hebben. Maar in ieder geval, potjes, verse kruiden in potjes. Zoals rozemarijn. Dat schijnt ook erg goed voor te zijn. En daar zit ook weer medicatie in. Je kunt er thee van maken. En ja, weet ik veel wat. Ik moet dat filmpje ook weer even zien. Maar je kunt er thee van maken. En je kunt er ook een gaas en een doekje, katoendoekje of zoiets, zei die. Dat erin doen en dan uitwringen. En als je dan gewrichtspijn hebt, daarmee je gewrichten mee smeert. Zoals in je nek of zo. Dus ik moet het nog een keer even bekijken. En ik heb het al naar een aantal mensen toegestuurd, dus dat komt wel goed. Ik vind het gewoon leuk om dat te doen en ook om dat misschien weer door te geven hoe mijn bevindingen daarmee zijn. Ja, ook met lauwleerblad doe ik ook al. Enkel mijn lauwleerblad is op en dat is natuurlijk ook schreeuwend duur, dus ik moet even kijken of dat ook in potjes te krijgen is. En dan kan ik wel tuinieren, maar dan op de tafel buiten. Dan zet ik het op de tafel neer. Dan hoef ik niet te bukken, dan kan ik er desnoods bij zitten op het bankje. En kijk, ook mijn gang gaan. Toch? Ja. Dan hoef ik niet te bukken, ik heb niet in de grond te wroeten of wat dan ook. En dan proberen we het dat uit. Maar ja, moet je wel eerst weten hoe en wat. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Mensen die ziek zijn,
beterschap gewenst. Ook zijn er mensen die zijn heel erg ziek. En ja, ik kan ze alleen maar God zegen toewensen. En heel veel kracht. En geniet nog van de tijd die je hebt. Want ja, een betere wereld dan de hemel is er niet. In mijn ogen. Ik heb het licht al eens een keer ooit vroeger mogen aanvaarden. Dus ja, ik weet er al een beetje van. Maar dat is zo lang geleden. Ja, dat ik hoop dat ik ooit, als ik ooit ga, dat ik bij mijn mannetje terecht mag komen. Maar dat zien we wel, zover is het met mij nog niet. Maar ik wens wel iedereen, ja, heel veel sterkte die zo ziek zijn dat ze TZT heen gaan. Hoe moeilijk het ook is. Maar voor nu, gewoon, slaap lekker. En jullie weten het ook allemaal. God die houdt over ons de wacht. En daarom zijn jullie er ook nog. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.